Yes mensen, welkom bij deel 2 van de Tour de France van onze carrière modus met EF Education. Zoals jullie zagen, Ouran staat op dit moment op een 9e plek. En we hebben nog 10 etappes te gaan, of 11 beter gezegd. 11 tot en met 21, dat zijn 11 etappes. Op dit moment Moscon nog steeds ruim in de leiderstrui, in de gele trui dus. En hier is inmiddels een grote kop op weg in deze bergetappe, terwijl Ineos en Astana het samen controleren. Roglic is het vervolgens die op de laatste berg op de Col du Granon demareert van het peloton. En voor Ouran is het vooral zaak om gewoon dat peloton zo lang mogelijk bij te kunnen blijven houden. Niet aanvallen, maar gewoon inderdaad bijhouden. En dan is het inderdaad Roglic die daar wegdemmereert van het peloton. En is het ook een splitsing hier in het peloton waar Ouran net niet mee kan, is het vervolgens inderdaad Roglic die de etappe ook wint. En Vingegaard wordt daar ook nog mooi tweede. En is het Lopez die derde staat, of die derde wordt in de etappe. Moscon kan het nog niet echt bijhouden, zit daar op de 13e plek. Maar Ouran die eindigt nog verder. Die verliest daar ruim 2,5 minuut op Roglic, op de ritwinnaar. En daarmee blijven we wel op de 9e plek, maar we moeten toch wel gaan uitkijken. Moscon moet ook gaan uitkijken dat hij de gele trui niet gaat verliezen. Want nu is het nog maar 18 seconden met de nummer 2. En dat is toch wel verrassend genoeg, Higita. En dan gaan we ook proberen de bolletjestrui proberen te winnen. Want we moeten toch iets proberen deze Tour. Top 10 gaat al een uitdaging worden. Maar we willen ook gewoon eigenlijk een etappe winnen. Maar Paulus heeft het toch lastig om over die klimmen een beetje van voren te eindigen. En ook Ouran heeft het op de laatste klim toch wel weer lastig om een peloton bij te houden. Is een stuk of 15, 20 man zijn er toch wel beter dan hij. En dat baart er toch wel zorgen om die top 10 plek. Want er zijn er natuurlijk een heleboel die van plek 10 tot en met 20 staan. Die Ouran nog gewoon voorbij kunnen steken. Hier is het Lopez die voor Vingegaard eindigt. En ook Carapaz en Roglic die er ook bij zit. Die eindigen daar in de top 4. Moscon wel weer redelijk van voren. Maar gaat wel de gele trui inleveren. Eindigt hier in het groepje achter Ouran. Eindigt al in de top 25 denk ik. Maar verliest dus de gele trui aan Miguel Angel Lopez. Die is Higita en et cetera voorbij gestoken. Maar Roglic staat er ook weer in de top 3. Terwijl hij anderhalf minuut had verloren in de eerste etappe. En vervolgens ook nog in de Kasseirit. Volgens mij verloor hij ook nog wel wat tijd. Of een andere vlakke etappe in ieder geval. Stond in ieder geval wel flink achter. Hier een groepje met onder andere Vingegaard op achterstand. En ook Daniel Felipe Martinez is dat. Dat is niet Carapaz. Die hebben, wat ik al eerder zei, hetzelfde shirt aan. Colombiaans kampioen en Ecuadoriaans kampioen. Kort gaat hier nog proberen om de etappe te winnen. Die in het echt werd gewonnen door een andere Deen, Pedersen. Maar hier komt hij toch heel lastig weg. Kan wel hier voor de peloton net blijven. Maar vervolgens is het nog maar 1 kilometer. Komt Ouran daar met de sprint vroeg aan. Maar die gaat natuurlijk voorbijgestoken worden door de echte sprinters, Jasper Philipsen, Demar. En daar nog iemand van Bora. Ik denk dat dat dan Sam Bennett is. Inderdaad, Sam Bennett die daar dan de top 3 compleet maakt. Valgren nog wel een mooie top 10 plek. Maar wat ik zeg, we moeten gewoon proberen om aan te vallen. De sprints die gaan we niet winnen van Jasper Philipsen, et cetera. En ook Jacobsen die nog steeds in de Tour zit. Ouran wel inmiddels uit de top 10 gevallen. 11e plek op dit moment. Onder Vingegaard onderhand. En ook Boots die daar nog voor staat. Dus dat zijn wel de mannen die we in de gaten moeten houden. Hier zien we Teuns de sprint aangaan. Was van tevoren gedemareerd eigenlijk. Maar de Was is dan vervolgens de winnaar van deze etappe. Die heuvel op eindigt. Geen kopgroep of zo die het haalde. Maar dus een punchy sprint met Madouas, Higita, Hircia. Eigenlijk de namen die je verwacht. Wel weer een top 10 plek voor Valgren. En ook Ouran in de top 10 eindigt. Maar geen plekken goed gemaakt in het algemeen klassement. Dan nog een overgangsetappe. Toch wel vlak. Dus er wordt waarschijnlijk wel weer een sprint. Maar wel weer een flinke kopgroep die mee naar voren schuift. Onder andere Valgren zit daarbij. We moeten toch proberen om een etappe te winnen. Wat ik al zeg, we proberen met Valgren voor te schuiven. Is wel een rap aan de meet. Vooral in zo'n groepje van 5. Hier op die beeld probeer ik het een beetje uit elkaar te trekken. Probeer ik wel op te fietsen. Maar het verschil met peloton is al dusdanig klein. Dat het eigenlijk niet gaat lukken. Ook de mannen van Ewan, van Bennett zitten al goed van voren. En dan worden hier de laatste twee, Valgren en Kuhn, ingehaald met nog 8 kilometer te gaan. En dan gaan we dus uiteindelijk toch kijken naar
een massasprint waarin Keukler overigens nog ten val komt. Kan wel gewoon zijn weg vervolgen. Dan is het vervolgens Valgren die de sprint gaat aantrekken voor Cort Nielsen. En ook Oran die daar weer goed van voren zit. Gaat geen tijd verliezen. Maar in de laatste rechte lijn worden ze nog allemaal voorbij gesprint. Door onder andere Sam Bennett, Viviani en ook Ewan die daar van voren zit. Cort Nielsen wordt wel vierde. En nog net voor Philipsen die vijfde wordt in zijn groene trui. Staat ruim voor in dat, klassement van de groene trui. Dus gaat die waarschijnlijk naar zijn hand zetten. Lopez nog steeds dus in de gele trui. Geen verschuivingen in dat algemeen klassement. Wat dat betreft wel heel spannend daarbovenin. Carapaz op 3 seconden en Roglic op 7 seconden. Dus het kan nog echt alle kanten op in de strijd om de gele trui. Worden ook alle drie als topfavoriet weergeven. Hier sturen we Carapaz mee en Langeveld. Langeveld gaan we dan proberen de voorsprong te laten groeien. Tot aan de eerste klim op het vlakke. Ook nog Hindley op komst. Dat is wel iets nadeliger voor onze kansen in de etappe-overwinning. Ook als Astana nog op kop gaat fietsen van dat peloton. Ja, dat wordt toch wel een lastig verhaal. Er zijn tussen de koplopers al ruim ingehaald. Oran zit er hier wel goed bij. Die lijkt wel een beetje groeiende te zijn in zijn vorm. Lopez zit er ook nog steeds bij. Geen verrassingen daar. Wel drie koplopers die het uitzingen tot het eind. Met daarachter nog Guillaume Martin. Onder andere Wout Poels. Die zijn ook nog overgebleven van de kopgroep. En dan is hier het peloton 27 man groot. Dus geen belangrijke namen die tijd gaan verliezen. Hindley wint een sprintje van Mollema en Madouas. Wat toch wel verrassend is. Madouas die eerder bergop al een sprint heeft gewonnen. Dus wel verrassend dat hij geklopt wordt door Hindley en ook Mollema. En Guillaume Martin en Wout Poels die eindigen daar ook nog op 4 en 5. Die blijven ook nog voor het peloton uit. Maar peloton sprint doet er eigenlijk niet meer toe. In ieder geval niet voor de etappe overwinning. Wat ik zeg, geen mensen die belangrijke tijd verliezen. En dan gaan we naar de echte belangrijke bergetappes. Etappe 17, 18 zijn natuurlijk heel belangrijk. Peragude is daar volgens mij uit. Kopgroepje met, wie zien we daar ook? Onder andere Michael Woods zit erbij. Dus dit is wel een gevaarlijke kopgroep. Wilde ik dus ook eigenlijk niet te veel ruimte gaan geven. Maar dat komt helemaal goed, want hier zijn ze eigenlijk al bijna zo goed als teruggepakt. Hier zet ik nog wel wat mensen op kop om dat verschil nog kleiner te maken. Maar het belangrijkste is dus dat Woods niet te veel tijd gaat pakken. Want we moeten tijd op Woods goed maken. Dus hier zien we hem al dat zijn energie eigenlijk op is voor de top van de een na laatste klim. En Oran ziet er ook nog wel redelijk goed uit. Of in ieder geval zit nog wel in dat voorste groepje van 20 man. Maar zijn energie was wel redelijk op. Moscon die haakt ook af van het peloton. Die zien we hier op 7 kilometer van de meet. Zien we hem ook tijd verliezen. Dus hem kunnen we misschien ook nog gaan inhalen in het algemeen klassement. Maar Oran, het is niet zijn tour. In de Giro deed hij het een stuk beter. Werd hij vierde. Maar liefst. En Higita wint deze bergetappe. Verrassend. Gaat dus ook, de gele trui pakken met 28 seconden voorsprong. Wordt toch wel spannend, want Lopez die eindigt maar op de tiende plek. Roglic zesde en Carapaz vierde. Moscon die komt hier binnen op 4,5 minuut ruim. En Oran die was al binnen op 3,5 minuut. Dus maken een minuut goed op hem. Moet nog wel wat gebeuren mochten we hem nog goed maken. Want het is nog maar één bergetappe en nog een tijdrit. Ja, in een tijdrit ga je Moscon niet op minuten rijden. Vooral niet als je Oran heet. En we zien nog 1 minuut 20 op Moscon achter. Woods hebben we wel bijgehaald. Dus we hebben iemand ingehaald. Maar er is ook iemand over ons heen gegaan. Waardoor we nog steeds 11 staan. Ik denk dat Daniel Felipe Martinez was. Die reed ook wel een goede rit. We zien daar O'Connor in de bolletstrui. En tenminste, volgens mij is dat O'Connor daar. En dan proberen we gewoon maar eens Oran mee te sturen in de vlucht. Proberen we wat Woods gisteren deed. Maar je zag hem misschien al. Woods zat ook in de kopgroep. En het wordt gewoon goed gecontroleerd daar. En, uiteindelijk is Langeveld die Oran daarvoor die klim goed afzet. Het peloton wil dat verschil gewoon klein houden. Dus worden Oran, Woods en Co. ingerekend door het peloton. Onder leiding van Jumbo-Visma. Die wilde het verschil niet te groot laten worden. Denk ik dat ze een gevaar zagen voor, Vingegaard. Dat ze die nog in de top 10 willen houden of zo. Of misschien gewoon Roglic tempo maken. Ik denk dat het eerder is dat zij die gele trui van Nikita willen overnemen. Chavez die vervolgens wel nog terug kan komen bij dit groepje, bij het peloton van Oran, kan hem nog een klein beetje bijstaan. Niet voor heel lang, want de klim
ja, die begint al meteen. En Oeran, ja, ziet er hier op zich redelijk goed uit. Moet naar 8 man voor laten gaan. En dan nog een enkeling die daarvoor fietst. Onder andere Roglic, die hier de etappe wint. En daarmee ook de gele trui pakt. Voor Miguel Angel Lopez komt hij binnen. En dan is het uiteindelijk Oeran die op een plek 17 binnenkomt. Miguel Angel Lopez wordt dus tweede. En ja, hij blijft nog uitzicht houden. En ook Carapaz op die gele trui. Maar ja, we hebben nog maar een vlakke rit te gaan. En ook de tijdrit natuurlijk. En Roglic in het geel, ja, dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Dat die uit het geel gereden wordt in een tijdrit. Of het moet gebeuren in deze vlakke etappe, dat er iets geks gebeurt of zo. Maar nee, het wordt gewoon een massasprint. Kort Niels proberen we goed af te zetten. Ja, massasprints zijn niet echt mijn ding geweest deze Tour. We hebben ook niet echt een super goede sprint. Maar Kort Niels kan wel kort eindigen. Maar nee. Daar hoeven we geen top 3 van te verwachten. Is wel volgens mij 50 geworden in een van die ritten van Denemarken. Maar hier ook weer een net top 20. Dus niks bijzonders daar. Caleb Ewan pakt nog een rit mee. Fabio Jakobsen valt eigenlijk in de laatste massasprint toch wel tegen. Nu ook weer een 11e plek. Gaan we proberen nog om top 10 te rijden. Zijn we inmiddels wel afgezakt naar de 12e plek. Dus dat wordt lastig. Hier zien we inderdaad Oeran finishen. Op wel een redelijk goede tijdrit trouwens. 10e plek. Goed, 45 seconden achterop Ganna. Gaat hij natuurlijk geen plekken goed maken. Roglic die wint bijna de tijdrit achter Filippo Ganna. Die ook de openingstijdrit won. En Dennis maakt het een 2-3 voor Jumbo-Visma. En dan is het Roglic die de Tour gaat winnen voor Carapaz. En Nairo Quintana uiteindelijk, die ook nog mee het podium op mocht. Die heb ik eerlijk gezegd niet zo heel erg goed in de gaten houden. Hebben we weinig gezien. Maar Nairo Quintana maakt dus dat podium compleet. Gaan we nog voor de laatste massasprint op de chance. Die zeggen hem wel heel vroeg aan hier met Keukler de sprint. Maar misschien kan Kort Niels het dan toch volhouden. Gaan we dan toch nog een etappe winnen. Maar Kort Niels is een sprintenergie is net op voor de finish. En dat betekent dat Philipsen hier de groene trui ook helemaal zeker zat. Ik weet niet of je hem überhaupt nog te kwijt wil raken. Maar Kort Nielsen eindigt toch nog in de top 5. Een mooie afsluiting van deze Tour lijkt mij. Toch geen etappe-overwinning. Geen trui mee naar huis. Geen bolletjes trui of zo. En ook geen top 10 plek voor Oeran. Dus wat dat betreft, redelijk tegenvallende Tour. Kijken we wel vooruit gewoon naar de Vuelta. Daar moeten we het dan gaan doen. Roglic uiteindelijk nog een bolletjes trui bent. Higuita, ja, ruim de witte trui. En Bora Hansgrohe inderdaad met Boegman en Higuita onder andere winnen ze het ploegklassement. Dus Roglic winnaar van deze Tour de France. Dat is dan ook het einde van deze video. Wel weer wat korter, maar volgende video gaan we de tussentijdse koersen doen. Dan beginnen we ook al meteen aan de Vuelta, dus de Ronde van Polen komt eraan. En dan daarna de Vuelta en San Sebastian en EK zit er ook nog tussendoor. EK gaan we niet rijden, want we zijn Colombia. We hadden geen keus om een Europese ploeg te kiezen. Dat is jammer, dus die gaan we helaas gesimuleerd moeten zien. Maar vonden jullie dit een leuke video? Laat dan zeker een blauw duimpje achter. Vergeet je niet te abonneren als je dan nog niet hebt gedaan om de carrière modus video's niet missen. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video.